Net zoals dat je de golven die op het strand slaan en het geluid wat dat oplevert als rustgevend ervaart, probeer ik ook iets te ontwikkelen wat als rustgevend ervaren wordt. Met een stukje technologie natuurlijk. Ik ben Albert van Abbe, ik ben een muzikant en ik betrek steeds vaker licht en video in het werk wat ik doe. Ik speel eigenlijk al jaren over de hele wereld. Ik heb iets met synesthesie als onderwerp. Dat betekent dat je verschillende zintuigen aan elkaar koppelt. En ik heb dat zelf met tikken of klappen. Dus ik zie licht flitsen als ik een kort hard geluid hoor. En voor mij is het vooral interessant wat je ziet en wat je hoort om dat te koppelen aan elkaar. Daarin vind ik gewoon een bepaalde rust. Ik maak deel uit van de Music Hub en ik ben daarbij betrokken door Henri Broeren, de directeur van Willem II. Hij was een ideaal luisterend oor en hij heeft goed opgepikt wat ik wilde en daar dan mogelijkheden bij geboden. Ik zag de kans om te werken in die studio's wel als een echte een grote stap. Dat komt natuurlijk omdat in het NatLab door Philips in de jaren 50 al elektronische muziek is gemaakt. En ik zag meteen dat daar het apparatuur ook letterlijk uit een NatLab aanwezig is. Dus je kunt je voorstellen dat als Eindhovenaar het zo bijzonder is dat je zo dicht bij huis zoveel geschiedenis kunt ervaren en kan beproeven en kan bewerken. De Music Hub project heeft opgeleverd dat ik het non-dual album heb kunnen maken en daaraan gekoppeld een nieuwe live audiovisuele performance. Ik heb lang nagedacht over wat is de kern van waarom vind ik dat nou zo interessant, dat beeld en geluid tegelijkertijd in combinatie met dat melancholische gevoel. En daaruit is Oma uit ontstaan. Oma is een licht- en geluidinstallatie. En het is het beeld van auto's op een nat wegdek die voorbij rijden, 's nachts. De oma-installatie refereert letterlijk aan mijn oma en mijn logeren bij haar. En het schaduwspel wat de auto's achterliet op de muren in de ruimte terwijl ze voorbij rijden. Ik wil zo min mogelijk zeggen, omdat je iets zo leegs geeft waardoor je dus zelf invulling moet geven ook. Dat je jezelf daarin kan ontdekken op een of andere manier.